Hallo, ik ben Marie. Onze collega's schakelen steeds meer over op elektrische bedrijfswagens. En dat is een goede zaak voor de planeet. Maar hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Krijg je een soort tankkaart? Waar kan je laden? Ik zoek het voor jullie uit. Dag Lasse, jij koos er ook voor om elektrisch te gaan rijden. Leg eens uit, hoe gaat dat precies in zijn werk met die laadpas? Maar over het algemeen laad je natuurlijk gewoon thuis of op het werk op, hè, terwijl je slaapt of terwijl je werkt. Maar als je onderweg toch eens moet laden, dan kun je ook de publieke laadpas gebruiken die we krijgen van Unilijn. En daarmee kun je trouwens opladen aan praktisch alle laadpunten in heel Europa. Dus dat is eigenlijk ook heel handig op vakantie. En kan je die dan onbeperkt gebruiken, die laadpas? Nee, er zit wel een limiet op. Hè. Het is echt bedoeld als aanvulling op het thuisladen en op het werkladen. Maar de limiet is wel redelijk hoog, dus ik verwacht voor mijzelf dat dat zeker geen probleem zal zijn. Tenzij natuurlijk dat ik een roadtrip door heel Europa zou ondernemen, dan ga ik waarschijnlijk wel een stukje zelf moeten betalen.